Mike, ja? U hebt waarschijnlijk een portemonnee bij. Ik heb voor u ook een portemonnee bij. Schoon. De inhoud moet je nog niet zien. Het is niet zo dik, hè? Het is niet zo dik. En dat is heel belangrijk, want straks zouden we denken dat het heel dik had moeten zijn. Maar ik heb hier ook nog voor u onzichtbare speelkaarten. Ja. Schijnt u maar in zwart en in rood. Ja. Kies er maar een kleur uit. Ja, wel. Ik wil zwart nemen voor weg te gooien. Gooi ze weg. Ik gooi die zwarte weg. Allemaal, hè? Allemaal. Dat is goed. Wel, daar liggen ze, hè? Ja, maar dan. Straks beheerrapen. Nog de rode. Ja. Die mogen schijnen in harten en ruiten. Daar mag je ook iets van weggooien. Ja. Wel, ik kan harten houden. Dat is nog altijd de kleur van de liefde, natuurlijk. Hè? Kies maar. Koeken gooi ik dus weg. Zo. Harten hebben we nog. We hebben 13 kaarten. Dus maar open. En Mike, je mag er één kaart uit kiezen. Eén kaart? Eén. Mag ik ze laten zien dan, of niet? Mag ik ze laten zien? Wat is het? Wat heb je gekozen? Hart en 9. Hart en 9. Pak de rest vast. Mag die ook weggooien? Ja, we komen in mijn hand op. Geen hart en 9. Ah ja, maar je kent ze, dus ik mag. Kennen? Kennen ze gelijk? Nee, maar je kent ze. Kijk, hier met een portemonnee. Dat is altijd belangrijk. Er zit een klein envelopje. Kijk. Dat zijn mijn centen. Het is niet zoveel, je hebt gezegd, het is geen een dikke. Nee, maar hier kunnen we wel geld mee. Nee, dat is toch hier net een eigen, hè? Dat gaat toch niet. Voilà, joh. Doei, joh. Hoe dikwijls doe je dat op een avond? Voor u. Dat is wel... Hey, schitterend, maat. Echt waar, schitterend. Dat is wel echt waar. Dat is toch wel straf dat je net een eigen zit. Mag ik even jullie handen zien?